Hier is Ellen weer van E-Lunch. Welkom hier op mijn kanaal. Ook voor de nieuwe mensen, welkom. Hartstikke leuk dat jullie hier aanwezig zijn. En willen jullie op de hoogte willen blijven van alles wat ik hier plaats? Ik zou zeggen, druk op die rode abonneerknop en vooral op de bel. Want de bel zorgt er dus voor dat je direct een melding krijgt als ik weer iets ga plaatsen. En voor jullie watermannen. Als eerste mijn excuses dat ik zo laat ben met de legging, maar... Ja, er zijn gewoon dingen gebeurd, eventjes privé, welke prioriteiten hadden even. Soms lopen de dingen niet zoals ik dat zelf heel graag zou willen, dus vandaar. Maar, desalniettemin, we gaan gewoon kijken wat de kaarten te vertellen hebben voor jullie, voor de maand maart. En het kan zijn, het is een algemene reading, het kan zijn dat het niet voor iedereen resoneert. En ik zou zeggen, als dat zo is, kijk dan even bij je ascendant sterrenbeeld. Misschien dat daar nog een boodschap bij zit voor je. Dus neem datgene mee wat voor jou goed voelt. En we beginnen met de maanorakel. Ik heb twee kaarten heb ik getrokken. En ik ga beginnen met deze als eerste. We gaan een andere koers varen, laatste kwartier. Even de camera wat beter. Yes. Het spiegelt een beetje, dus ik hoop dat hij zo goed te zien is. Ik pak even het boek erbij. Oké. Zie jezelf als een vat dat de laatste weken steeds verder gevuld is. Sommige dingen die je hebt meegemaakt waren fantastisch. Maar er is ook veel negatiefs dat je moet loslaten. Over welke situatie het ook gaat, je moet jezelf eerlijk de vraag stellen of er negatieve emoties bij betrokken zijn die je moet loslaten. In het hele ruim. Deze kaart brengt je ook de belofte dat niet alles verloren is. Maar voordat je je doel kunt bereiken, moeten er dingen veranderen. Nu je de recente gebeurtenissen begrijpt en erop hebt gereageerd, kun je een koerswijziging gaan verwachten. Er kan ook een crisis zijn die je herinnert aan wat je wilt en wat je moet loslaten. Dus let goed op voor jezelf. Er gaat veel staan te gebeuren voor jullie blijkbaar. Deze maand. Wat de kaart ook aan kan geven is, bekijk de situatie voor jezelf opnieuw. Je leven kan uit balans zijn en dat kan voor problemen zorgen. Misschien is het tijd voor een heel nieuw plan. Er staat je iets nieuws en opwindends te wachten. Vertrouwen kan helpen om deze situatie positief te veranderen. Oké, dus het is heel goed voor jullie om te kijken, nou ja, weet je, waar je op dit moment in zit, welke situatie. Wat is er eventueel wat ik zou kunnen gaan veranderen? De tweede kaart is het zelfvertrouwen is de sleutel tot succes. Nieuwe maan in leeuw. Het licht valt er iedere keer enigszins fout op. Ook nu pak ik weer even het boek erbij. Deze kaart kondigt de start aan van een nieuwe cyclus voor jou, waarin je je mooier en beter zult voelen. Meer het middelpunt van de belangstelling, meer als iemand die gezien mag worden. Als je iemand aandacht wilt, zegt deze kaart, die aandacht kan je krijgen. Maar dat gebeurt niet altijd vanzelf. Je moet er zelf ook iets voor willen doen. Dat wil zeggen, trots zijn op wie je bent en op wat je te bieden hebt. Zie jezelf als de koning of de koningin van de jungle en gedraag je daar ook naar. Deze kaart is ook een heel goed voorteken als je een vraag hebt in verband met een creatief project waar je aan werkt. Verder kan ze je ook goed nieuws of een nieuwe start voor je kinderen betekenen. De kaart betekent nog meer, neem de tijd om plezier te maken. Het is tijd om de wereld te laten zien wat jij in je mars hebt. Dus laat zien wie je bent. Je mag jezelf ook eens een keer lekker gaan verwennen. Dat heb je ook verdiend. Beide kaarten geven echt wel aan van ga voor jezelf een mooi plekje gunnen in deze wereld. Of nou ja, in ieder geval in jouw wereld. En ga jezelf gewoon lekker laten zien, weet je. Er zijn misschien een periode geweest wat gewoon heel erg zwaar is geweest. Maar nu mag je er echt staan. Vanuit Avalon heb ik hier de Hoogpriesteres. Een hele mooie kaart. En deze zegt om je intuïtie te mogen vertrouwen. Luister niet naar anderen of wat er op papier staat, hoe te zijn of hoe te handelen. Voel goed wat goed is van binnenuit. Dat is jouw roeping voor de komende maand. Tevens geeft ze aan, niet alles is wat het lijkt. Dus let op visioenen of dromen die jou de antwoorden zullen geven.
Wees ook alert dat je gewoon beschermd wordt voor de komende maand. Dat is eigenlijk wat de hoogpriesteres aangeeft. Dus kijk goed om je heen en voel aan of wel de dingen echt zijn zoals ze daadwerkelijk zich voorspiegelen aan je. Of wat mensen aan jou voorspiegelen. Dat is heel erg belangrijk, Waterman. We gaan kijken naar de tarotkaarten. De eerste twee is eigenlijk de algemene energie voor de gehele maand. Ja, ik zie toch wel inderdaad dat de hoogpriester, de hierofant, dat je enorm op dit moment in de leerling gaat voor de komende maand. Oftewel dat de mensen ook naar jou toe komen waar je heel veel van mag gaan leren. Of andersom. Dus dat mensen meer bij jou komen met vragen en misschien uit een bepaalde ervaring van de afgelopen tijd. En daarnaast heb ik ter verduidelijking de Ridder van Staven. En de Ridder van Staven geeft dus heel duidelijk aan, en misschien heb je het vaker gehoord, heb geduld. Je bereikt je doel, dat is sowieso, maar het is wel verstandig om het rustig aan te doen voor de komende maand. Dus niet alles tegelijk ineens willen, maar rustig aan. Dan zie ik de uitdaging. Ja, de uitdaging voor jullie, en ik heb tweemaal de zwaarden. Ik heb de 3 van zwaarden en ik heb de schildknap van zwaarden. Beide geven aan van, qua uitdaging, kijk eens wat je kan nagaan. Waarom je het idee hebt dat je altijd jezelf moet verdedigen. Of dat je altijd maar denkt dat er mensen zijn om je heen. Dat je paranoïde bent, dat ze het niet goed met je voor hebben. Nou ja, dat. Ga daar eens mee aan de slag de komende maand. Want waarom is dat gevoel bij jou, dat je het gevoel hebt dat mensen tegen jou werken? En in welke situatie? Is dat een gebied van werk? Is dat een gebied van privé? Of, nou ja, dat eigenlijk. Dus ga eens voor jezelf na. Dat is je uitdaging om daar eens naar achter te kunnen achterhalen waarvoor dat is. De adviezen, ja, is dus inderdaad daar heel duidelijk naar te gaan kijken. Daarvan te mogen gaan leren. En ook hierin geeft deze bokale kaart aan hetzelfde eigenlijk als die, ik zal het even bijpakken, de Ridder van Staven. Niet alles tegelijk op willen pakken. Dus neem gewoon één voor één, zoals deze schildklaap ook staat, met één pentagram. Neem één voor één de dingen voor je en ga voor jezelf leren. Waarom de situatie is op dit moment, wat kan ik daaraan gaan veranderen, welke stappen kan ik dan vervolgens gaan nemen, mijn verantwoording gaan nemen of is het de verantwoording van een ander. En daaruit ook weer kiezen voor jezelf wat voor jou goed voelt. Eigenlijk ook wat de kaarten al aangaven vanuit de orakel. De algehele energie is, ja, de dwaas. En de dwaas is echt wel zo van, nou, durf gewoon te leven. Durf gewoon de stappen te nemen, risico's te nemen, niet te veel te gaan in dat hoofd te gaan zitten. En daarnaast ook die bokale, hè, van de koning, de bokale, die staat echt dat je, dat die donders goed weet dat die, dat zijn emoties ook, zijn daden en zijn keuzes niet zal beïnvloeden. Wees daar heel erg alert op. Geef deze kaart ook aan voor de komende energieën. Dus ga meer inderdaad vanuit, nou ja, weet je, je gevoel. Dus niet in je hoofd, niet in je emoties, maar meer in je gevoel. Zo van, nou, als het je leuk lijkt, gewoon doen. En meer aan jezelf denken dan aan de anderen. Want dat kan je ook tegenhouden om verder te komen in de situatie waar je op dit moment in bevindt. En dan kan je dus in de maand maart, als je hiermee aan de gang gaat, dus kijken waarom je dat gevoel hebt dat het achtervolgt. Dat je denkt dat de mensen je tegenwerken. Ga voor jezelf qua lering na. Zijn die keuzes die ik gemaakt heb wel reëel voor mezelf of niet? Ga dat na, één voor één, met veel geduld, op je dode gemakje, stap voor stap, kelk voor kelk. En ga zo eens voor jezelf na. En misschien dat ook die hierofant ook wel aangeeft, misschien is het wel verstandig om juist iemand op te gaan zoeken die dus de kennis heeft voor jou, die jou kan helpen om verder te komen. Juist om van je angsten af te komen en meer voor jezelf te kunnen gaan kiezen.
Ik ga nog even vanuit mijn Lennemann kijken voor jullie. Waterman. Welke boodschappen nog meer door mag geven. En ik heb hier het boek. En het boek geeft heel duidelijk aan. Ja, je mag een oud hoofdstuk afsluiten en iets nieuws gaan neerzetten. En het leuke is dat die wel bij die staven, die ridder van staven ligt. Want dat is ook inderdaad nieuwe boodschappen, iets nieuws wat er op je pad gaat komen. En ga dat gewoon heel rustig bekijken voor jezelf. Inderdaad, iemand, een oude persoon, iemand die ouder is dan wat jij zelf bent, die zou je eventueel kunnen gaan helpen om dat nieuwe hoofdstuk neer te gaan zetten. Om dat nieuwe hoofdstuk te mogen gaan schrijven. Hoe je anders in het leven mag gaan staan. Wat losser en wat vrijer. En niet meer zo in die emoties en verwardheid en angstig. En ja, daardoor ga je ook veel meer mensen gaan je ontmoeten. Dus hoe losser je bent en hoe meer je je losmaakt van dat je je laat leiden door emoties en angsten. Ga je ook merken dat je dat gaat uitstralen naar anderen. En ga je ook veel meer mensen ontmoeten. Ik hoop voor jullie, Waterman, dat het voor jullie geresoneerd heeft. Is dat zo? Geef het dan een like. En ja, geef ook vooral feedback hieronder. Want ik ben ook wel benieuwd of er iets geresoneerd heeft bij jullie in kaart. Vertel mij jullie verhaal daarin. Welke kaarten jullie heeft geholpen. Daar leer ik ook weer van. En ik ga jullie de volgende keer weer zien.